Goedemorgen allemaal, lieve broeders en zusters. Fijn om jullie weer te zien op deze mooie Pinksterdag. Vandaag vieren wij het Pinksterfeest. En ik had het er even met Mark over. Ik ben wel verbaasd met hoe vol de zaal hier zit. Ik vind het toch wel fijn om te zien dat niet iedereen naar opwekking is gegaan. Tijdens de dienst was ik heel erg afgeleid, wou ik zeggen, maar dat is niet het goede woord. Ik zat steeds te kijken naar het schilderij en ik denk dat dat van Everdien is. Klopt dat? Ik moest daar de hele tijd naar kijken. Het is een beeld van de Heilige Geest. En zoals ik in het gebed al voorbij hoorde komen, vandaag vieren wij het feest van de Geest. Ik weet niet of jullie het van daar af kunnen zien, maar ik heb speciaal ook vandaag ook duiven op mijn sokken staan. Dus ik ben helemaal in het thema vandaag. Wie weet nog meer vergelijkingen of beeltenissen van de Heilige Geest? Vuur, tongen van vuur. Sorry? Wind. Klopt. Nog meer? Water. Water, roept Henk. En die zit al heel hard te lachen achterin. Tekenen en wonderen. Tekenen en wonderen. Klopt ook. Henk die zit te lachen, want die zegt water. Ik was vanmorgen laat. Ik heb de bidstond gemist. Ik liep mijn keuken in, dwars door een plas water. En ik denk dat dat mijn vrieskist is. Dus geen stromen van levend water uit mijn binnenste, maar uit mijn vrieskist. En ik had daar zelf de lol nog niet echt van ingezien. Maar toen kwam ik hier en toen zei Henk, goh, wat toepasselijk. Stromen van water en dat met Pinksteren. Het feest van de Geest. Wij vieren vandaag dat God, schepper van hemel en aarde, bij ons wil zijn. Bij ons wil wonen. In ons wil wonen. En bij ons wonen, in ons midden zijn, dat is iets wat God de Vader eigenlijk al vanaf het begin wil. In Genesis 2 lezen we over hoe God een prachtige tuin ontwerpt. Met de mooiste bloemen, planten, bomen en dieren. En hij geeft daar in die tuin de mens een unieke rol. En we lezen over een unieke relatie tussen God en de mens. Maar helaas, dat ging mis. De mens schopte Gods droom in duigen door tegen hem te kiezen. De mens trapte God op de ziel. En toch bleef Gods wens om bij de mens te wonen bestaan. Maar de mens had tegen God gekozen en kon niet langer in zijn aanwezigheid leven. En er is vanaf die tijd heel veel gebeurd. Ik maak even een sprongetje in de tijd. In het boek Exodus lezen we hoe God het volk dat door de jaren heen van hem vervreemd was, uit Egypte bevrijdde. En na die bevrijding volgde er een hele lange tocht door de woestijn. In Exodus 25 lezen we dat God het reizende volk Israël via Mozes de opdracht geeft om voor hem een heiligdom te maken. In Exodus 25 vers 8, daar staat: zij, de Israëlieten, moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. God wilde te midden van zijn volk wonen. Hij wilde bij zijn volk zijn. Met zijn volk
ging God de relatie aan. En als je verder leest in het Bijbelboek Exodus, dan lees je dat de majesteit van de Heer de gebouwde tabernakel vulde. En God leidde de tocht door de woestijn. Dan maken we opnieuw een sprong in de tijd. Later zou koning Salomo een tempel bouwen. Een nieuw heiligdom. Een nieuwe woonplaats voor de God van Israël. Gods mobiele huis, zou je kunnen zeggen, werd vervangen door een stenen huis. Een onverplaatsbaar huis. En God woonde bij zijn volk. Permanent. Hoewel, de tempel zou blijven staan als het volk Israël God trouw zou blijven. Maar net als in het begin, net als in Genesis, zien we dat de mens daar niet toe in staat was. En dit keer was het resultaat ballingschap. Het volk werd gedeporteerd. De tempel werd verwoest. Gods huis werd met de grond gelijk gemaakt. Maar Gods wens om bij de mens te wonen bleef. Ik wil met je lezen wat de Heer heeft gezegd bij monden van de profeet Jesaja in Jesaja 44. Het is je misschien al opgevallen. Ik heb geen PowerPoint. Dus jullie zullen het zelf op moeten zoeken in je Bijbel. Jesaja 44, de versen 1 tot en met 5. Nu dan, luister, Jacob mijn dienaar. Israël, dat ik heb uitgekozen. Dit zegt de Heer die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd en die je steeds te hulp komt. Wees niet bang, mijn dienaar Jacob. Jeshurun, die ik heb uitgekozen. In de tijd van ballingschap had het volk Israël alle reden om bang te zijn. En toch zegt God, wees niet bang. Hij staat zijn volk terzijde en hij laat weten dat hij niet van zijn keuze terugkomt. Wat er ook is gebeurd, wat het volk ook heeft gedaan. God heeft onvoorwaardelijk voor Israël gekozen. God maakt een nieuw begin en laat niet los wat zijn hand begonnen is. Vers 3. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen. Zij zullen ontkiemen tussen het gras, uitbotten als wilgen langs het water. De geest is geest van nieuw leven. De Heilige Geest is de geest van vruchtbaarheid. Gods volk, verdord en verdroogd, bloeit weer op. De woestijn zal bloeien als een roos. Vers 5. De een zal zeggen, ik hoor bij de Heer. De ander zal Jacobs naam gebruiken. Een derde schrijft op zijn hand van de Heer en tooit zich met de naam Israël. Dit gaat over mensen die niet als vanzelfsprekend bij het volk Israël horen. Het zijn mensen die zich bij God voegen zonder Jood te zijn. Het gaat over ons. Ook wij zeggen, ik hoor bij de Heer. Slaven en soldaten hadden vroeger de gewoonte om de naam van hun veldheer of van hun meester in hun hand te tatoeëren. Het was een teken van hechte
verbondenheid. En zo doet een niet-Jood dat met de naam van de Heer. We zijn met hem verbonden. We behoren hem toe. Wat we hier hebben gelezen is de belofte die op Pinksteren in vervulling is gegaan. En ook wij, ook jij, bent vervulling van die belofte. Maar hoe is die belofte dan vervuld? Jezus kwam op aarde. Het woord dat God was, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Johannes 1. God heeft onder de mensen gewoond. Bij de mensen gewoond. Niet in een tabernakel, niet in een tempel, maar nog dichterbij. Hij werd één van ons. God werd een mens, net als jij. Hij gaf zichzelf voor de verzoening tussen God en mensen. Ik wil met je lezen wat er geschreven staat in Johannes 14, waar de Heere Jezus, de Heilige Geest, de trooster, zijn vervanger, aan de discipelen belooft. Johannes 14, vanaf vers 15. Johannes 14, vanaf vers 15. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden, zegt de Heer Jezus. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. De Geest van de waarheid. De Geest van God. De Geest van Jezus Christus, die zijn menselijke gedaante zou vervangen als hij naar de Vader zou gaan. De Geest die de discipelen zou onderwijzen, helpen en leiden, net zoals Jezus dat als mens gedaan had. Niet langer verbonden aan een gebouw. Deze pleitbezorger, deze advocaat, zal altijd bij je zijn. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Zoals al gezegd is, de Heilige Geest is het bewijs, het onderpand van Gods liefde. Wij zijn geen wezen meer. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zien mij wel. Want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben. Dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn één. Zij wonen in Jezus' discipelen. Zij wonen in jou. Gods geest woont in jou. Hij kent je hart. Ik niet. Ik weet niet hoe jij er vandaag bij zit. Ik weet niet hoe je je voelt. Hoe het ten diepste met je gaat. Misschien is jouw geestelijk leven op dit moment wel een soort woestijn. Droog, dor, uitgestorven. Misschien leef je wel in een geestelijke ballingschap. Zit je gevangen en zie je geen uitkomst meer. Het volk Israël leefde in ballingschap omdat het God niet gehoorzaam was geweest. In de tijd van de tempel was er de offerdienst die ervoor zorgde dat God toch te midden van zondige mensen kon wonen. En alle offers die in die tijd zijn gebracht, wezen vooruit
naar een beter offer. Het perfecte offer. Het offer dat alle andere offers overbodig maakt. Het offer dat voor eens en voor altijd de scheiding tussen God en mensen zou opheffen. Het offer van Jezus. Hij offerde zichzelf, zodat hij die God zelf is, bij ons kon wonen. In ons kan wonen. God wil bij ons wonen. Van het paradijs naar de tabernakel, van de tabernakel naar de tempel, van de tempel naar een menselijk lichaam, om tot slot in onze harten te kunnen wonen. God wil in zijn heiligheid bij ons wonen. Amen. Het is fijn om te zien. Als je kunt, wil ik je vragen om te gaan staan. Dan wil ik na een kort gebed de zegen aan je meegeven. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u vrij maakt. Dank u wel dat we vandaag mogen vieren dat u met uw Heilige Geest in ons wilt wonen. Vader, dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat u niet loslaat wat uw hand begonnen is. En Heer, zo mag ik de zegen meegeven. Broeders en zusters, ik mag jullie zegenen in de naam van God de Vader. God de Vader die al sinds het begin bij je wil wonen. Ik mag je zegenen in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, die ons voor heeft geleefd en die zijn leven gaf omwille van jou. En ik mag je zegenen in de naam van de Heilige Geest. De Heilige Geest die in je woont, die met je meegaat waar je ook gaat, die je leidt, die je sterkt en die je onderwijst. Amen. Dan wens ik je een hele fijne Pinksterdag. Ja.